Hey allemaal, vandaag laat ik zien hoe ik mijn video's edit. Nou, ik edit mijn video's op mijn mobiel. En het programma heet PowerDirector. Dat is een app en hij werkt echt heel goed. Nou, hier zie je een paar video's. Maar ik heb ze allemaal verwijderd, want de video's die ik op YouTube upload, verwijder ik altijd, want mijn geheugen zit vol. Ik moet een nieuwe SD-kaart kopen. Maar ja, ik ga vandaag een vlog editen, dus noemen we even vlog. Nou, en dan kijk ik naar de videobeelden. Oh, wacht, dat zijn verkeerde. Dan kijk ik naar de videobeelden. Deze heb ik vandaag gemaakt in mijn vlog. En dit zijn de intro's die ik heb. Dus ja, eerst kies ik een leuk stukje uit mijn vlog. Wat wel, zeg maar, aantrekkelijk is of zoiets. Nou, ik doe deze even. Dan verkort ik hem. Mikken en. Ik doe hem wel even 10 seconden lang zo. Mikke en Mio. Hallo. Waarom ben je zo'n vrouw? Kijk dan, drie mensen op de rij. Wow, drie mensen. Nou, dat ziet er mooi uit. Dan doe ik de intro. En die heeft meestal gewoon geen geluid, dus ik moet er een liedje bij doen. En meestal ga ik dan gewoon naar mijn muziek, naar downloads. En dan doe ik gewoon een random liedje van Be Brave, doe wat deze. Dan. Kijk, dit is dus de struggle. Ik moet het hele liedje verkorten. Ja, op de videolengte. Dus ja, dat gaan we even doen. Zo grappig, want deze video ga ik weer met dezezelfde app editen. Maar ja, dan doe ik de video's op volgorde in mijn vlog. Dus ik begin gewoon hier in de ochtend. Dan deze. Dan deze, dan deze. Deze, dan deze, dan deze. Deze, deze. Deze, deze. Deze, deze. Dan zie ik dat die ongeveer 5 minuten duurt. Dan doe ik de outro erachter. En ja, dan doe ik weer een liedje. Want die heeft ook geen liedje in mijn outro. Oh, daar was mijn batterij. En zeg maar, dan ga ik stukjes in mijn vlog editen. Bijvoorbeeld als ik iets zei van, hier laat ik een plaatje zien of zo. Dan ga ik naar Google en dan ga ik dat downloaden. Ja, dit is dan meestal een basic edit. Gewoon alles achter elkaar plakken. Maar ik moet nog een beetje knippen en zo. Hier zie je mij en zo. Ja. Maar, ja. Even kijken. Oké. Hey jongens, nee, waarom ben ik in de ochtend What the fuck? zo? Ik ben klaar met kleding aandoen met. Er zat letterlijk een random BH in de achtergrond. Die ga ik er dus uit editen. Kijk. Dat is zo awkward dat ik dit niet laat zien, hè. Maar oké, alles voor de views. Nee, grapje. Oké, zo, dan doe ik het zo. Gewoon een blokje voor. Dat ziet er wel goed uit. Zo, niemand gaat het ooit zien. Ik ben klaar met. Zo, anders zie je het. Ik ben klaar met kleding aandoen met. Oké, ik ben ook klaar met. Beetje langer. Oké, ik ben ook klaar met kleding aandoen en met ontbijten. Oh, wacht. Dit stukje haal ik er gewoon uit, want dat herhaal ik hier. En met ontbijten. Ja. Zonder rijden lift om. Oké, deze ga ik versnellen. Dat doe ik met dit. Meestal doe ik 1,5, zodat je me nog wel een beetje hoort, maar zeg maar niet te lang duurt. Hey, we zitten bij muziek. De kwaliteit is weer slecht bezig. Ja. Nacht de hele dag vooral dan. Ik zie daar een haar. Wie is Thomas Koetsiebol? Oh, daar is Mimi. Hey allemaal, we zitten bij muziek. Nou, hier gebeurt van alles. Ja, dat zal vast wel goed zijn. Moet ik daar een ding voor blurren?
Nou, het is vast wel goed. Okay. Mikke en Mio. Nou, dat is ook wel goed. En er waren net random jongens die Duits gingen praten. Deze vlog zit, by the way, in de beschrijving als je hem wilt zien. Fucking mooi. Even kijken hoe lang blauw en groen en grijs en... Oh, wacht. Dit is een ander filmpje. Dat hoort niet mooi, bij. Mooi, vooral blauw en groen. Ja, deze moet eruit. HPO's. Heel hard. Het is 7:30. Dus... Ja. Oh, wacht. Ik heb iets verkeerds gedaan. Ik moet hier tussen nog iets leuks doen. Daartussen moet ik nog de dans doen die ik vandaag heb gefilmd. Oh, kijk, daar ging mijn liedje. Zo. Dan pak ik even de dans. Die zit in WhatsApp video. En die moet dan even... Hij moet eigenlijk... Nee, wacht. En een andere man... Nee, hij moet zeg maar... Ik heb echt struggles hier. Oké. Zo. Wat? Heel hard. Het is 7:30. Oké, hij moet hier achter. Even kijken. Kleding dus ja. Doei. Ja, goed. Deze ga ik ook versnellen. Dat ziet er gewoon fancy uit. Ja, helemaal toppie. 5, 6, 7. Jongens, ik ben weer thuis en ik zal van even de reenacting of zo. Wat vandaag wat er net gebeurd. Even op de fiets onderweg. Dit is de man. Hij zit in een taxiauto. Ik zat nog steeds zo. Hij staat daar van. Hij staat van. En een andere man. Nou, dat is wel goed. Meestal... Het was zo'n boot. Ja, oké. Heb ik nog wat te editen? Hoe lang duurt deze? 5, precies 5 minuten, oké. Ja, dit was dan mijn vlog, denk ik gewoon. Dus niks, echt iets wat ik uit moet halen. Voor mijn Snapchat Q&A. Dans toe. Op de fiets. Vandaag, wat er net Nee. Nee. Want soms zit er een random BH op de achtergrond, dat vind ik awkward. Is de man. Tering! Oh, daar, wacht. Op mijn Snapchat hier beneden link voor mijn Snapchat Q&A. Oh, wacht. Tering! Helemaal, ik ben weer... Ja, dat ga ik er dus uitknippen, maar jullie zien het nu in dit filmpje. Vragen voor, op mijn Snapchat hier beneden link voor mijn Snapchat Q&A. Helemaal, ik ben weer thuis. En er waren net random... Jongens die Duits gingen praten tegen me. Echt heel awkward. Maar oké. Ik haat pedo's. Heel mijn hart. Het is 7:30. Ja. Oh, dan moet ik deze weer. Zo. Ja. Perfect. Nou, hoe ik dan upload? Ik doe eerst produce video. Dan ga ik hem op YouTube sharen. En dan ja, dan ga ik hem uploaden. Dus ja. Dank voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie wat iets van geleerd of zo. Bye!